Voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn. Diep van binnen ben ik weg van de pijn. Hartelijk dank, beste vrienden, carnavalvrienden, hier aanwezig nog op maandagavond 17:15 met een kwartiertje vertraging, weliswaar, maar na 4 dagen prachtig carnaval, of 3 dagen prachtig carnaval, denk ik niet dat jij dat voor carnaval 97. Mag ik dan vragen, op aanvraag van ons afscheid nemend, keizer Gabby uiteraard, iedereen is daarvan op de hoogte, na 10 jaar lange dienst rest er me nog 1 ding, Gabby. U hartelijk te danken namens alle minikielen voor uw jaren inzet. Hartelijk dank aan u, keizer Gabby, en aan uw heredames Janine en Greta, die u zeer prachtig en waardevol hebben begeleid. Op aanvraag van onze keizer Gabby, dankzij de medewerking van het geluid van de molensteenvrienden, heeft Gabby gevraagd nog een polonaise te verzorgen, met u allen een zeer korte polonaise van een 3-tal rondjes. Molensteenvrienden, zijn we er klaar voor? Keizer Gabby op kop, die pluimen heb ik al, want die kosten te veel geld. Keizer Gabby op kop, met de heren dames en uw slappeling daartussen naar die... Is dat zeker te doen? Dus keizer op kop en mensen, volg hem nog even rond de poppenwagen. Volg hem nog even in Polonaise. Keizer, prins, alle aanwezigen, hier 2 minuutjes Polonaise. Ja, minikielen erachter, jawel, ja. Zak is lekker door, de zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, zak is lekker door. Ja, en iedereen mag natuurlijk volgen, voor 2 minuten hier op het kerk. Dat ik ben, al nog een jonge ben, de kinder is daar in zijn element. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Waarom nog meer? Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is goed voor. S'avonds afgelopen en kan geen mens meer op zijn benen staan. Dan gaan ze nog een lekker ventje kopen voordat ze weer naar moeders pad gaan. Dank u wel, keizer Gabby. Dank u wel. Pas op, pas op, pas op. Gabby, jawel. Oké, dank u. En mag ik dan u vragen aan de cafébazen, Annie, help daarbij dat zij hun eigen pot hier van de wagen komen nemen en dat zij die uiteraard ook op de brandstapel werpen. Verder hoop ik voor iedereen dat u een aangenaam carnaval beleefd hebt en alvast de minikillen zijn zeer tevreden over het resultaat dat zij mogen boeken, zeer tevreden. En we hopen alvast voor u volgend jaar terug. Goed gedaan. Dank u wel. Hoe zitten we aan carnaval? Mijn dame. Op het biesplas mag ik niet zeggen. Nee. Maar ons zijn dame. Voorzitter, Janine, mijn eigen vrouw Greta, zal ik nooit, maar nooit vergeten wat die gedaan hebben voor carnaval. En onze voorzitter, he, die heeft al jaren, he, op een basstop willen hebben, he, van altijd heen gekomen. He. Maar niet met zijn hart, he, maar het is pijn in zijn hart. Het is waar, wacht even, nog even. He. Alle mensen van Sies in de Spaas, omliggende, he, onze prins, Patrick 2. Ik hoop, en nog een Patrick.
ben nog net een, ja, als een jongen, ben wat zinnebakker. Ik dank u allemaal uit de grond van mijn hart. Kom wel aan de pan. Ik kom al hier terug om een goede dag te zeggen. Ik kan niet meer zeggen. Dus in dit verkomen, in dit vergaan. En hier vergaan is gekomen. Ik hoor nog af van u allemaal. Eenmaal of tweemaal of driemaal. Allah. Allah! 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 En dan zou ik prins Patrick verzoeken het geschenk dat hij nog voorzien heeft, het afscheidsgeschenk van hem persoonlijk, willen verzoeken dit dan nu over te maken aan onze keizer. En uiteraard zijn echtgenote Greta hier ook vooraan. En dan meen ik toch, wanneer je op de pannen bent, uw hart is bij de minikielen, uw hart is in het gelis en het zal hiervoor altijd blijven. Want hier is in het gelis waas, kloppen de hartjes voor carnaval.